ben Osman. Ik heb 20 jaar, ik kom uit Guinea. Nu woon ik in Amsterdam. In mijn land was het echt moeilijk van mijn familie, omdat mijn moeder is getrouwd met mijn vader. Mijn vader heeft twee vrouwen. En elke keer mijn vader, elke keer hij gaat mijn moeder slaan. Elke keer ik heb zoveel gezien, zoveel dingen. En in het moment ook, mijn moeder heeft mij gestuurd in Fria. Fria is een ville industrieel ville. Ik was daar gaan studeren, maar daar ook, ik was infer. Ik was daar zelf de slaaf, denk zo. Ik weet niet hoe het haricot is een ding van eten, snap je? Ik moet die pakken 10 uur tot 3 uur zo. 10 uur tot 3 uur, soms 8 uur tot 3 uur. Als ik finish van wandelen, ik klaar met wandelen, met die verkopen zo, ik moet terug naar huis en dan komt hij laat slapen. Ja? Als ik ga naar school, ik blijf altijd slapen, ik kan niet meer concentreren. En toen was ik mijn moeder gebeld. Ik zeg, mama, ik ben moe hier. Alles gaat niet goed voor mij, ik kan niet goed lezen, ik kan niet naar school. So. Kan je mij helpen? Ik wil terug vlak bij jou in Conakry. Zij zegt tegen mij, nee Osman, je weet, je vader is slecht met jou. Elke dag gaat je slaan, mij ook. Ik denk, je moet daar blijven. Omdat mijn moeder heeft zo tegen mij. We gaan proberen om ze iets te regelen voor jou. Omdat ik speel ook voetbal. Ik heb de papieren pakken. Ik heb gegeven aan mijn moeder. Mijn moeder en mijn onkel. Ze hebben zo dingen doen. Ik weet niet. Ze zei, maar ja, je moet naar Europa met je onkel. En wij waren in Mali gekomen. Burkina. Zo, Libië, Italië en dan nu ben ik in Nederland. Toen was ik 14 jaar. Ik heb in Italië gaan met de boot. Ik was 3 keer naar de boot gaan, maar gaat niet leuk. Omdat wil je naar Europa komen, je moet geld betalen. Als je gaat geld betalen, is het niet leuk. Je geld is kapot, je moet nieuw. De tweede keer die was overleden mijn onkel. En dat zei. In Libië was 6 maanden. Italië 1,5 jaar zo. Ik wil niet naar Italië blijven. Dat de dingen die ik heb gezien, zoveel racisme. En daar, als je een ticket hebt, als je de bus komt, ben je in de bushalte, heb je een ticket. Hij kan niet stoppen. Als we zijn donker mensen, hij kan niet stoppen. Ik heb proberen daar ook te werken. Als hij gaat werken, ze bijvoorbeeld, ze betaalt Italiaan mensen 10 euro per uur. Van donker mensen, ze 5 euro, 3 euro. En terapel. Ik heb alleen daar 2 weken daar blijven. En dan, ik was in Drachten gaan, in ACC Drachten. En daar was het moeilijk ook daar. Ik heb proberen om naar één team te spelen, Tess. Ik heb daar gaan. De voetbalclub is Arkema's Boys, is divisie 3. Ze spelen ook Copa Nederlands tegen Groningen, Ajax en zo. Ik heb daar spelen. De trainer ook gaf voor mij. De eerste trainer ook, hij heeft gezegd, Osman, volgende seizoen, hij gaat spelen met het eerste team van ons. Ik heb gezegd, oké. En dan zo. Ik heb gehoord met mijn advocaat, ja, Osman. IND zegt, heb jij negatief, je moet terug naar Italië. Ik zeg, ja, waarom?
Die club heeft, mijn coach heeft alles gedaan met mij. Hij wil mij helpen, maar was niet gelukt. Een dag zo was ze op school, toen was ze thuis gekomen. Ze komt de deur knoppen. Ja, meneer Ousmane, ik zei ja, ja, je moet toch naar Italië, we moeten naar nu in gevangenis. Ik zei maar waarom? Ik zei ja, is zo. Ik heb oké, wacht, ik was paniek, trillen zo. Wacht, ik ga mijn kleding pakken. Ze zei maar nee, wij moeten zo gaan. Ze komt ook, ja, Ousmane. Je moet naar Rotterdam prison gaan, gevangenis. En dan daar, je moet terug naar Italië. Ik was gehouden. Ik zei nee, 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 nee. Er was 6 politie, alleen ik. Ja, de eerste pakket, tweede hier, zo. Ik kan niet lopen. Ik was schreeuwen. Toen was daar, was een vrouw. Zij komt met schreeuw. Met schrei. Ik was bang. Ik zei, ik denk, hij wil mij dood maken. Zij wil mij dood maken. Hij zei, nee, rustig, rustig. Wij willen alleen jouw kleding. Ik weet niet in gevangenis zo werken. Maar toen ik heb oud in gevangenis. Ik begrijp, omdat toen was bij de familie in Drachten. Ik was mijzelf, ik wilde mijzelf of dood maken, snap je? Ik heb de schrijfpakket zo. Ik heb zo gedaan. Niemand was thuis, alleen ik. Een week daar blijven. Ik was een psycholoog daar. Hij was gekomen. Hij zei, ja, Ousmane, ben je niet gek? Je moet naar de andere kant, maar niet hier. Die gevangenis is van direct een jongen. Maar voor jou niet. Heb jij traumatisme, dus je moet boven gaan. En je was daar een week zo. De organisatie is MOO, M-O-O. We zitten in Amsterdam-West. Ze helpt mij nu. Ik zit bij school, Mundus College. Maar nu, ik zit bij ROC, Kabelweg. Ik doe nu techniek opleiden. Ik doe ook stage. Speel ook voetbal. Maak ook muziek. Geef ook zwemles in kleine kinderen. De muziek die ik heb gemaakt, deze muziek gaat over mijn verhaal. Verhaal van immigratie. Verhaal van Europa. Ik probeer met mijn ervaring, ik probeer in alle stukken pakken door en zetten in mijn muziek. Yeah. L'erreur a fait depuis longtemps, l'isolation n'y compte pas. Non, mes fidèles dit dans ce nom, constamment de faille esquive. Allô, mon bled, je vous dissimule les informations vitales. La mer ça tue, le désert ça bouffe, la vie des l'air en paix dure. Même tes propres alliés te laissent rails tomber, seul dans les vallées, tu ne sais pas où aller. Ici, le racisme, c'est une tradition. Les blancs sont solidaires, ouais. Entre eux, les rubés sont solidaires, ouais. Entre eux, les rabais sont solidaires, ouais. Entre eux, les réunions sont solidaires, ouais. Entre eux, mais parfois c'est le système qui nous divise. Soms toek par ik praat met de mensen die zijn in Afrika, die veel Europa komen. Europa is een andere. Europa geeft is niet Eldorado, is niet paradijs. Dus ik denk zo. Europa heeft eigen realiteit, maar je kan niet weten als je bent niet hier. Dus ik probeer te zeggen, ze moeten daar blijven. Omdat hier is er, inferno. Zoveel dingen mooi, de clip, de voetbal, de mooie bal, mooi vlees, zoveel dingen. Dus ik denk het is paradijs, maar is eigenlijk veel anders. Zoveel stress. Ja, deze van een ander stukje. Het is stukje, ik praat over immigratie. Ik zeg een ander stukje. Allo, kolonisator. Kolonisator is Europa gouvernement. Als wij komen in Europa, niet denken wij komen omdat wij zijn blij.
wij komen hier omdat daar staat het probleem, zit het probleem. Soms de mensen komt van het probleem van familie, soms oorlog, soms mensen, ze heeft geen genoeg eten. Ik denk wel van één meneer, hij zit bij mijn school. Hij heet Mini Henk. Hij is in Suriname. Hij is mijn vader in Nederlands. Hij doet alles voor mij. Alles. Van de geld. Eet alles. Soms vraag ik voetbal kijken. Wedstrijd van Vitesse. Met zijn vrouw. Mevrouw Corinda. Ja. Dus ze denken wij van meneer. Ik ben altijd positief. Ik ben moe van. Maar ik probeer doorgaan. Nu ik kan niet slapen. Ik neem nu medicijn van slapen. Ik heb traumatisch. Zoveel dingen. Ik ben bezig nu met de psycholoog. Like, ik heb zoveel traumatisch in mijn hoofd. Als ik zie mij zo, je denkt ja, het gaat goed. Maar eigenlijk, ik ben moe. Maar ik probeer elke dag. Ja, éternel, béni mon bled. Éternel, béni mon bled. Et alarme de ceux qui ont perdu leur vie au désert, au Méditerranée. Tunis, Maroc, Alger. Désolé, mon cœur crie des chagrins.